Zo, nou even kijken. Hebben we alles bij ons? Ja, we hebben alles bij ons. Laten we maar gelijk gaan. Oké, nou laten we dan maar de kinderen roepen, oké? Zo, even kijken. Kinderen, kom maar. Ik ga wel naar boven. Ik ga ze wel halen. Oké, even de deur open doen. Waar zijn ze nou? Zitten ze nou hier? Bab, verstop ons voor mam. Speel mee. Oh, wauw. Nou, jullie zijn al begonnen met verstoppertje. Zo, nou, pap, niks zeggen, oké? Zo, nou, waar zijn de kinderen dan, Martin? Geen idee, Claudia, waar kunnen ze nou zijn? Zo, mam, kijk eens. Nou, we hebben het spelletje verstopt gewonnen, of niet? Zo, ja. Mam, laat hem maar gaan. Oké, nou, misschien kunnen jullie met z'n vieren gaan. Ik ben nu best wel moe. Nou ja, Martin, we gaan met z'n allen natuurlijk. Ja, inderdaad. Oké, laten we gaan, jongens. Zo, nou, kom jongens, dan gaan we maar met z'n vieren. Oké, ik heb echt zin in het extreme verstoppertje vandaag. Oké, nou, er zijn heel veel mensen vandaag, maar we kunnen vast gaan spelen. Zo, even kijken. Zal ik even een goede verstopplek zoeken? Nou ja, we moeten nog kiezen wie gaat zoeken en wie gaat verstoppen. Zo, nou, wie gaat het dan doen? Ik vind het wel goed om naar jullie te gaan zoeken hoor, jongens. Zo, nou even kijken. Zo, laten we gaan. Zo, ja, waar zullen wij ons verstoppen? Zo, even kijken. Ja, inderdaad, waar moet ik gaan? Zo, laat me even kijken. Waar kunnen we verder ook nog verstoppen? Ik denk misschien hier. Ja, we moeten ook een plekje zoeken. Zo, nou, waar kan ik allemaal verstoppen? Zo, even kijken. Oh jongens, zijn jullie hier ook voor het extreem verstoppertje? Zo, oké, misschien is dit een goede plek. Zo, nou, als iedereen meedoet, wordt het een stuk moeilijker. Zo, nou, ik ben wel benieuwd hoe het vandaag zal gaan. Oké, nou, heel veel kinderen zijn er ook vandaag. We moeten voorzichtig zijn, hè? Oh, nou ja, ik ben de enige die meedoet aan extreem verstoppertje met de rest. Zal ik hier gaan? Oh, ik zie Emma daar. Nou ja, ik heb Emma wel gevonden. Zo, even kijken, waar is iedereen? Ach mam, volgens mij hadden jullie allemaal al gezien. Zo, het is best wel een grote plek. Ik hoop dat ik wel nog iemand ga vinden. Ik zie hier wel een tas. Ben ik nou nu de zoeker? Volgens mij wel, hè? Ach man, hoe is dit gebeurd? Nu moet ik zoeken, ik moet wel winnen. Zo, even kijken. Oh man, Julian, heb je me nou gevonden? Zo, even kijken, ik moet nog verder zoeken. Nou, ik heb Hanna in ieder geval wel gevonden. En daar zie ik Emma volgens mij.
Zo, even kijken, waar is mam? Ja, inderdaad, ze heeft zich goed verstopt. Zo, even kijken waar ze allemaal heen zijn. Zo, het is best wel een grote plek, maar ik zie helemaal niemand. Oh, wauw. Emma, wat ben jij hier aan het doen? Ik speel een extreem verstoppertje met mijn familie. Oh, zie ik daar nou een paar mensen? Wat zijn jullie daar aan het doen? Niks hoor, ik ben gewoon aan het kijken. Nou, even kijken wat er nog meer aan de hand is. Zo, even kijken, waar is de rest? Zo, nou, laten we even verder kijken. Oh, nou, meneer Grubb, wat doet hij hier nou? Ja, sommige mensen hier spelen extreem verstoppertje, meneer Grubb. Ja, inderdaad, heb je mama al gevonden? Zo, nou, even kijken. Wat kan ik nog allemaal doen? Ja, veel succes met je spelletje, hoor. Zo, nou, we gaan verder. Zo, waar is iedereen nou? Waar is mam? Zo, nou, even kijken. Nou ja, jongens, zijn jullie je moeder kwijt? Is dat er aan de hand? Ik heb ze gevonden. Maak je maar geen zorgen. Ik heb gewonnen. Oh, daar is jullie moeder. Nou ja, veel plezier nog met jullie spelletje. Zo, nou laten we naar huis gaan, jongens. Ja, mam, het was een hartstikke leuk spel. Ik kan niet geloven dat je gewonnen hebt. Ja, maar doe dat volgende keer alsjeblieft niet. Het is best wel raar als ik dit kinderen naar hun moeder zie zoeken. Ja, mevrouw, het zal niet meer gebeuren. Nou ja, de politie had al backup geregeld. Nou ja, het was in ieder geval hartstikke leuk. Het was echt een hele leuke keer van extreem verstoppertje. Ja, inderdaad, ik wil het wel nog een keer doen. Ja, nou ja, wees de volgende keer wel iets voorzichtiger, alsjeblieft. Nou, inderdaad, volgende keer doen we het echt anders.